Ja, ga maar gewoon weer liggen zoals je net lag hoor. En de beelden gaan via WeTransfer weer naar Michelle toe. En ik ben trots op mezelf, want ik heb gewoon een week vooruit nu de beelden gestuurd. Vanmorgen dus mijn auto weggebracht. En die is al klaar. Ik heb ook een lift nu nodig voor hem weer op te halen. Want het ging allemaal prima. Ik was op de fiets. Ik kon niet echt filmen terwijl ik aan het fietsen was. Dat vond ik lastig. Want ik moest mijn handen aan het stuur houden. Ik ben het helemaal niet meer gewend natuurlijk. Anders had ik nog een stukje gefilmd. Want het was op zich wel heel fijn. De zon kwam mooi op. Het was lekker weer. Het was wel koud, maar lekker weer. Ik ging lekker hard. Elektrische vouwfiets en zo. Maar mijn band voelde al een beetje zacht. En hier thuis gekomen, ik denk pomp hem even op. Loopt het ventieltje weer leeg. Dus, oh no, weet je. Dus ik denk van, oh god, hoe ga ik dus nu mijn auto straks weer ophalen. Dus ik heb iemand bereid gevonden die mij eventjes een lift kan geven. Zometeen, om de auto op te halen. En, suf, het was echt zo'n goede oplossing. Is die ventiel kapot. Echt heel erg jammer. Maar goed, dus meteen even de shoplog opgenomen en even de beeldjes meteen allemaal verstuurd naar Michelle. Ik kan ze mooi editen. En dan ga ik straks mijn auto ophalen. Even wat eten eerst. Auto ophalen. En dan is mijn ruiten weer helemaal gefixt. Echt wel blij dat het allemaal weer opgelost is. En goedgekeurd en ruit gefixt. Dus we kunnen er weer even tegen. Ja, ga maar gewoon weer liggen zoals je net lag hoor. Op de rug. Lekker te chillen. Ja, de kussens hieronder zijn in de was. Want Yuki die was een beetje misselijk hè, van het weekend. Ja. En ik heb een lunch voor mezelf. Is kipfilet, avocado en tomaatjes, peper en zout. Dan ga ik lekker opeten. En dan zo de auto halen. En inmiddels is het al zover. Ik ga bij mijn moeder eten. Rode kool met draadjesvlees. Normaal Daniella dat bij mij eten. Steven wil geen rode kool met draadjesvlees. Ben ik altijd degene die het maakt. Nu gaat mijn moeder het voor mij maken. Ja, helemaal zin in. Ik ga eventjes, doe ik altijd de luxe flexen dicht, zodat Yuki rustig blijft. Weet je, het is namelijk zo, ze kan prima alleen zijn. Alleen als die voorste luxe flexen open zijn, gaat ze naar buiten kijken. En als er dan inderdaad een kat voorbij loopt of wat dan ook, dan wordt ze wild, druk. Weet ik niet precies wat ze doet. Nee, in ieder geval niet rustig wachten totdat ik terugkom. Dus dan doe ik even alles dicht. Ik ga naar mijn moeder toe en ik zie jullie later weer. Heb ik verder nog veel gedaan? Nee. Ja, wat administratie. Ja. Is niet echt om te vloggen, toch? En het is de volgende dag dat ik dit afsluit. Het was een beetje een drukke avond. Een praatavond. Ik werd veel gebeld en dat soort dingen. Dus eigenlijk helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden op de abonneerknop voor nog meer vlogs, shoplogs en andere soort video's. Slaap lekker voor straks en kijk je dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doeg!